Ja, ik ben uitgenodigd voor vanavond om hier mee te praten over 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. En wat ik daar zelf eigenlijk van verwacht is dat ik hier vooral mensen leer kennen uit de sector. Wij zitten in Ulft, helemaal aan de andere kant van het land. We zijn er nog heel erg een netwerk aan het opbouwen in de muziek. We zitten nog heel erg in de populaire muziek. We willen dat heel erg gaan uitbreiden naar bredere groepen, dus ook de wereldmuziek erbij betrekken. Als het haalbaar is met onze doelgroep, dan ook jazz en blues. En echt wat breder gaan trekken. En ik hoop daar vanavond al de nodige connecties voor op te doen. Plus nog wat extra ideeën die wij kunnen meenemen in onze festiviteiten op 27 april. Rondom die betrekkingen tussen Turkije en Nederland. Perra is nu 3 jaar oud en daar gaat het heel erg om dat wij ook willen proberen om te laten zien wat er in het clubcircuit van met name Istanbul, dus het beperkt zich tot Istanbul omdat daar gewoon eigenlijk veel hippere dingen gebeuren dan in Amsterdam. Ja, mijn wens was om niet zozeer een programma of een programmering voor Turken in te richten binnen Paradiso, maar juist een programma te bieden wat aansluit bij de behoeften van eigenlijk alle Amsterdammers en in die zin ook landelijk. Maar dan met een link met Istanbul. Dat was dus gewoon makkelijk gelegd, die link. Nou, dat wordt de hedendaagse club en dancing van Istanbul. Met DJ's, VJ's, performanceartiesten, live muzikanten uit Nederland. Die wij dan gewoon in het begin echt opdrachten hebben gegeven om samen te werken. Istanbul, alle elementen waarvan wij denken, ja, dat is typisch Turks, die zaten er wel in. Dansende dervishes, een fez en boerka's versus. Ja, ik hou van clichés. Dus in het begin kregen we heel veel free publicity. Dat hebben wij gebruikt, voornamelijk ook binnen Turks gemeenschap, mond-op-oor reclame. Dat werkte als een trein, om het zo maar te noemen. Dus voorverkoop kwam er aardig snel op gang. En nu, bij de 8e editie, merk ik dat het inmiddels als een commercieel succes wordt gezien. Je kijkt naar de samenleving, wat zijn de groepen. Je leest elk jaar het verslag van Amsterdam. Je ziet wat de demografische samenstelling is. En je denkt van, hé, die mensen die zien er gewoon hier weinig. We zien hier ook weinig mensen van Afrikaanse afkomst. Want die hebben hun stickies in de Bijlmer en die doen daar dingen. En wij proberen dan met bijvoorbeeld programmering van Afrikaanse dingen ook die mensen te bereiken door dan specifiek daar weer te gaan promoten. We kijken naar wat populair is, we kijken naar wat oude rock is, we kijken echt waar we de zaal mee vol krijgen. En wat we daarin overhouden, dat kunnen we dan steken in de kwetsbare programmering, zoals een Turkse avond met Kuksel Yilmaz. Dat zegt bij ons in de omgeving helemaal niemand iets, behalve de Turkse gemeenschap. En die zei, dat is een hele goeie, doe die maar. Dus daar plannen we allerlei activiteiten omheen, zodat er zoveel mogelijk Nederlandse en Turkse mensen komen naar Kuksel. Als wij alleen maar cultureel gaan programmeren, dan heeft de cultuurfabriek geen bestaansrecht. En dat klinkt heel plat en heel flauw, maar er zit ook een hele grote horecatak aan vast met een groot zaalverhuurcentrum. Hebben we heel hard nodig om extra omzetten te genereren. Het is eerder zo dat die opbrengsten ervoor zorgen dat we in de cultuur extra activiteiten kunnen organiseren, dan dat we vanuit de culturele tak heel veel winsten genereren. Door de smalle Dardanellen, en daar zie ik de zee van Marmara. Ik vaar langs links en rechts de Prinseneilanden tot ik bij mijn eindbestemming kom. De Bosphorus. Ik heb mensen leren kennen. Ik heb wat extra ideeën en contacten voor ons festivalavond op 27 april in Ulft. Ik heb beter zicht op hoe bijvoorbeeld programmering bij Paradiso werkt en hoe de doelen het doet. Dus ik heb halve mensen en ideeën. Ook alweer wat tips voor hoe ik het bij ons zou kunnen aanpakken. Meer dan verwacht, absoluut. Ja.